allemaal. Ik begin deze video eventjes met een samenwerking met Chicel. En daarin zal ik even wat producten laten zien die ik heb mogen ontvangen. En de linkjes daarvan staan allemaal in de omschrijving. Ik heb een kortingscode voor jullie. En mocht je het nou niet interessant vinden, dan kan je wat verder spoelen, want daar begint de vlog. Ik zal even wat vertellen over Chicel. Chicel heeft een warenhuis in Nederland. Dus het is echt super snelle verzending. Ik zelf bijvoorbeeld heb eergisteren wat besteld en vandaag kreeg ik het binnen. Mijn neus een beetje bruin. En ik heb dus 4 items mogen selecteren. Die hebben ze naar mij opgestuurd. En alle producten zijn gemaakt in Turkije. Dus de kwaliteit is super goed. En wat else? Ja, je hebt echt super veel verschillende dingen. Ik heb nu eigenlijk dingen besteld een beetje met het oog op na mijn bevalling. Dus als mijn buik een stukje minder is. Dus, maar ja, ik ga het nu gewoon aantrekken en ik ga kijken of ik er wat van kan maken. En of het al een beetje staat, aangezien ik mijn buik nog heb. Dus, ja, ik ga het even één voor één laten zien. En mijn kortingscode staat hier bovenin. Dat is Romy20. Nou, dit is de eerste. En dan gaat het over de top. Ik heb hier zo een hele leuke lila top aan. De naam en, het linkje naar het product zal ik eventjes in de omschrijving zetten. Ik probeerde deze dus aan te doen met een hele leuke, ja, beetje momfit spijkerbroek. Een beetje een baggy. Of mijn oversized leren broek. Maar zelfs die pas ik niet. Dus ik heb hem nu even aangedaan met een broek die ik wel pas. Nu vind ik dit niet super super leuk. Maar na mijn bevalling vind ik deze top dus wel heel erg leuk om lekker met een baggy broek aan te doen. En mijn nieuwe shoes. En dan is deze helemaal leuk. Hij heeft hier dus, loopt hij niet symmetrisch uit. Het is geen ronde hals. En je BH-bandje moet je dus een beetje opschuiven. Of je moet gewoon even zo'n plak BH doen. Ik heb nu gewoon mijn voedings BH eronder. Dus het ziet er allemaal een beetje ingezakt uit. Maar goed, daar moet ik aan gaan wennen. Life with mom boobs. En, maar dit vind ik dus heel erg leuk. Dan is die toch eventjes iets anders. Oh ja, alle tops die ik laat zien zijn in een M. En deze top is dus ietsjes korter. Of nou ja, ja, wel een klein beetje. Bij mij lijkt het extreem omdat er natuurlijk een buik tussen zit. Als ik mijn broek naar gewoon op een normale hoogte doe, dan is die zo. Dus hij valt wel een klein beetje crop, maar niet echt overdreven. Dan heb ik de volgende. Deze vind ik echt heel erg leuk. Dit is een body. Ik heb hem nu, kan ik hem niet helemaal dicht doen. Dus ik heb hem even in mijn broek gestopt door mijn buik. Maar na de bevalling moet dat denk ik wel lukken. En ik heb eventjes geen plakbejaartje gedaan. Daar hou ik normaal gesproken wel meer van dan gewoon zo los. Dus dat zou je ook kunnen doen. Of je hangt ze er lekker los in. Dat is maar net waar je je fijn bij voelt. En deze vond ik dus ook echt heel erg leuk. Lekker met een grote spijkerbroek en een blazer. Of gewoon onder een mooi pak. En hier heeft hij dus 2 bandjes. Dat maakt hem dan wel weer een beetje apart. En verder is hij gewoon een beetje licht olijfgroen. En ja, gewoon heerlijk voor onder een leuk jasje. Of als het super warm is, gewoon zo. Ik voel me er nog niet heel fijn bij om hem alleen zo denk ik te dragen. Omdat ik wel een beetje ben aangekomen en zo. Dus als ik weer een hele fit girl ben, staat dit vast een stuk leuker. Maar ik vond die bandjes wel heel erg leuk wat hem apart maakt. En ik hou sowieso echt van bodies. Dus deze vind ik ook echt heel erg nice. En deze is trouwens ook in een M. Oh ja, ik heb al gezegd, alle tops zijn in een M. Of was dit een one size? Mijn zwangerschapsdimensies laat toe. Maar volgens mij was dit een one size en anders heb ik hem in een M. Nou, dit is de volgende. Dit is de halter top. Ook heel leuk. Once again heb ik er geen BH onder gedaan, want daar had ik geen zin in. Maar ook hier kan je lekker een plak BH onder doen of hem gewoon zo laten. Maar omdat ik nu zo van die ingezakte borst heb gekregen door de zwangerschap, zou ik er lekker een plak BH'tje onder doen die ook een beetje push-up is. Maar dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Verder is die lekker off-shoulder.
En het is gewoon echt een heel mooi stofje. As you can see. Hij is iets dikker. Dus deze kan je eigenlijk het hele jaar door wel dragen. En I love it. Ik dacht, ik bestel eventjes wat topjes voor na de bevalling. Gewoon weer even wat nieuwe dingen, want die heb ik niet zoveel. Ik heb echt heel veel oversized shirts. En van die lekkere chillpakjes. Maar dit heb ik dus nog niet. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dus deze is ook echt heel erg nice. En dit is de laatste. Dit is dan dezelfde top. De haltertop in het zwart. En die heb ik ook allebei in een M genomen. De cremmige en de zwarte. En deze... Oh joh, op dit shot lijk ik niet zo super zwanger. Maar deze vind ik dus ook echt heerlijk. Ik zou denk ik eerder zwart pakken dan die cremmige kleur. Omdat dit gewoon overal bij past. Maar ja, ik vind ze allebei eigenlijk heel erg leuk. Ik voel me hier dan weer wel ietsjes fijn in omdat het lekker zwart is. Dus dat kleedt af. En zoals je kan zien zijn deze ook ietsjes korter. En niet echt pregnancy proof. Maar ik heb er wel echt zin in om dit soort dingetjes lekker te dragen na de bevalling. Want I love them. Dennissen. Ik hou niet van vliegen. De vliegen vangen. En ik heb er sowieso slecht geslapen. Ik heb best wel eens op de bank gaan liggen. En ik heb daar ook niet echt geslapen. Ik heb heel de nacht getiktokt. En nu ga ik dus lekker heel de dag op de bank hier zitten. En de vampire daar eens kijken. Met de ventilator op mij gericht. Ik kan niet wachten tot die zwangerschapsopvliegers voorbij zijn. Maar het blijkt dus als je borstvoeding gaat geven dat die hormonen nog langer in je lichaam blijven. En dat je dus daarna nog steeds daar last van gaat hebben. Dus ik ben benieuwd. Want het was vannacht letterlijk 16 graden. En volgende week wordt het 30 graden. Dus ik ben echt benieuwd hoe ik het dan ga doen. Wij zijn aan het einde van de middag naar verloskundige geweest. Gewoon voor controle. En we waren ook super snel weer buiten. Want alles was gewoon goed. De kleine ligt lekker met de hoofdje al heel diep. En ze zei ook van dat de kans dat ze nog gaat draaien echt heel klein is. Dat dat bijna niet meer gebeurt. En verder, mijn bloeddruk en zo waren ook goed. En volgende keer gaan ze weer mijn ijzer meten. En toen hebben we eventjes boodschapjes gehaald. Want morgen komt mijn schoonvader en twee ooms van deze hier zo de schutting doen. Dus daar hebben we even wat lekkere dingen voor gehaald. En we hebben de co-sleeper alvast neergezet. Die zal ik straks wel even filmen. Dus ik het niet vergeten anders morgen. En nu zit ik lekker, of zitten wij eigenlijk het EK te kijken. Alleen deze is even aan het koken. Het gaat lekker... weet ik weer, ravioli toch? Ja, ravioli met ricotta en spinazie en gerookte zalm en champignons en courgette maken. Dus daar heb ik lekker trek in. Ik wou weer bijna bestellen, maar dit is eigenlijk ook gewoon super lekker. En dan gaan we vanavond eigenlijk helemaal niks doen. We gaan lekker tv kijken. Ja, om 9 uur zien we nog een wedstrijd van het EK. Wie spelen dan ook alweer? In Duitsland tegen Denemarken. Oh ja, dat is ook wel een goeie. Duitsland tegen Denemarken speelt. En tussendoor misschien nog even tempaartje kijken. En ik lig echt heerlijk met mijn voedingskussen zo. En de ventilator daar. En ik heb even het een en ander vanmiddag veranderd in huis. We hebben de bank uit elkaar gehaald. En hier tafeltje neergezet en een mandje. Dat was het. We waren gisteravond op kraambezoek bij vriendinnen van ons. En toen was ik weer geïnspireerd. Want dit is eigenlijk wat je als een visite komt. Dat je elkaar ook gewoon aan kan kijken en niet zo naast elkaar zit. Dus dat is wel chill. Plus dat hier gewoon een tafeltje staat, kan je lekker drinken en zo neerzetten. Vond ik wel heel leuk. En nu hebben we lekker weekend. En voor mij voelt het al de hele week als weekend. Maar voor deze is het nu ook weekend. En morgen wordt dan de schutting gedaan. En gaan we later naar de verjaardag van deze nichtjes.
En zondag hebben we ook helemaal niks. Dus dat is ook wel even lekker. Kunnen we kijken wat we gaan doen. Misschien doen we helemaal niks. Kijk hoe lekker. Er wordt hard gewerkt. We zouden vandaag een dagje winkelen, maar... De schutting wordt gemaakt, op klaargezet. We hebben die Hedra helemaal weggesloopt. We hebben barbecue te goed. En een, oh, barbecue te goed hoor ik. Kijk waar we beland. Er gaat iets mis in de planning. Maar het ziet er wel gelikt uit, zo zeg je dat toch? Ik heb vannacht zo lekker geslapen voor het eerst. Ook voor het eerst uitgeslapen en uitgerekt op deze dag. Want we hadden al heel vloeg ooms en tantes over de vloer en mijn schoonouders omdat ze hier komen helpen met de schutting. En ze hebben dus eerst heel de voortuin onkruidvrij gemaakt. Ik heb deze gedaan met de tante en volgens mij ook mijn schoonmoeder. En iedereen is hier dus hard aan het werk. Kijk, de schutting is helemaal weg. En ik ben nu de broodjes aan het verzorgen. Wij zitten al in de auto. Het is iets van 3 uur. En we hebben de familie bij ons thuis achtergelaten. Echt heel raar. Maar zij zijn nog bezig met de schutting. En deze tante en mijn schoonmoeder die zijn even gaan shoppen. En de andere tante is opzichter geworden. Die is ze lekker aan het aansturen. En aan het kijken of het alles goed gaat. En wij hadden al een verjaardag eigenlijk gepland staan. Van deze nichtjes die we echt niet konden overslaan. Dus daar zijn we nu naartoe onderweg. Het wordt een oud dorp gehouden bij de Flipjes. En ik ben echt super benieuwd hoe het daar eruit ziet. Want vroeger gingen wij als gezin daar altijd heen. Echt bijna elk weekend. En dat vonden we echt helemaal amazing. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik hoop echt dat ik alles herken. En dat er weer een beetje jeugdsentiment naar boven komt. Daar heb ik ook gewoon heel veel herinneringen. Met mijn zusje en mijn broertje en mijn vader. Die gek met ons ging doen. Dus dat is wel echt heel erg leuk. En vanavond hebben we nog een feestje bij onze trainer. Want die wil voor de 4e keer het seizoen afsluiten. Dus zij hebben al eerst een barbecue. Maar wij zijn er niet bij. Gewoon met de verjaardag. En dan gaan we later gewoon even kijken daar. En dan hebben we weer een volle dag. En morgen gaan we lekker helemaal niks doen. En oranje winnen aan moedigen. Ja, deze heeft speciaal de oranje shirt meegenomen. Tegen Zweden. Oh my god, we zijn er. Met grote cadeaus. We zijn er. En er is echt precies niks veranderd hier zo. Over de afgelopen 15 jaar. Nee, 15 jaar. Misschien wel 20 jaar. Alleen Joe kan zo in een speeltuin zitten. Onze met carpaccio. Wat ik niet mag. Nog niet. En alcohol. En alcohol. Dankjewel. Dan kan je dus niet omkleden. Ik snap er helemaal niks van. Zo moet ik doen. Deze. Ja, dan ga ik zo. Wacht, jij moet zeggen wat het schutje moet gaan. We gaan nou heel snel hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oeh, dat gaat heel snel. Doe maar die blauwe, die picnic shirt. Kijk, okay. Hoe hebben we dat geleerd zo snel? En mama. Heb je het van mama geleerd? 1, 2, 3. Oké, okay. Nou ik vind dat heel snel hoor. Ja, doe maar wat je nu aan hebt. Oké, dat vind ik ook altijd vet. Oh ja, dat is ook wel grappig. Oké, die wou je. En dit. Trainer. En deze kan geen minuut van de wedstrijd missen. Die heeft hem alweer op de telefoon aangezet. Ja, het zou maar net gescoord worden in de eerste 10 minuten als oefening. Volkaas. Lekker hoofdmassage van de nieuwe. Hi, I'm still single. Morning, het is vandaag zondag. En ik heb weer heerlijk uitgeslapen tot 11 uur. Het was echt amazing. En toen zag ik een appje van Daisy dat ze al lekker aan het sporten was. Dus die is nu weer terug. En we zijn even aan het kijken wat voor sportspullen we hebben hier in huis.
voor de dagen dat ze niet naar de sportschool gaat. En we found this. Dat ze een keertje voor kerst gehad. Kan je gewoon sit-ups doen en dat ding aan de deur doen. En verder hebben we gewoon een chill dag. Misschien dat we even naar de action lopen en zo. En oh ja, ik zou nog even co-sleeper laten zien. Kijk, ik heb het babynestje al neergelegd. Dus die heb ik gewoon neergelegd. Vond ik wel schattig. Staat ook leuk bij de kamer. En dit is dan de co-sleeper. Die moeten we alleen nog vastmaken aan het bed. En ik ga dan aan deze kant slapen. In verband met de voeding. Oh ja, en wat ook super fijn is. Gisteren is er natuurlijk aan onze tuin gewerkt. Ook nog toen we weg waren. Dus eigenlijk pas 's avonds laat konden we het resultaat zien. Ja, het was een beetje donker, dus dat heb ik maar niet gefilmd. Maar ik zal het nu even laten zien. We hebben trouwens eerst ook nog deze gehad. Super lief van deze tante. En verder heb ze dit helemaal netjes gemaakt. Sowieso alle onkruid is weg. Daar ook. En de schutting is geplaatst. En nu hebben we dus helemaal geen inkijk meer van mensen die langslopen. En dat is super fijn. En we hebben ook nog deze lampjes gehad van deze tante. Die is nu aan het opladen, maar 's avonds geeft ze heel leuk licht, zei ze. En die stangen van dat scherm zijn eraf gehaald. En dan als we ooit een nieuwe willen, dan moet gewoon weer een nieuw systeem op. En dan willen we hem ook elektrisch. Als we het gaan doen, want misschien zijn we wel gewoon binnen 2 jaar weg. En heeft helemaal geen zin. Maar dat dus. Dus dit hek is echt super netjes gedaan. We gaan hem alleen nog even een keertje helemaal schoonmaken en een beetje lakken, bijlakken. Want van het liggen in de tuin is die een beetje beschadigd geraakt op sommige plekken. Dus dat, het is echt super netjes. Nu gaan we in die strook in het najaar van die leiplatanen plaatsen. Zodat je een beetje de inkijk wegneemt van de eerste verdieping daar. En van die, hoe heet dat? Van die hortensia's eromheen, zodat we een beetje gezelligheid hebben in de tuin. Romy zegt badass. Kijk. Ze neemt het heel serieus. Ze vindt het heel spannend. Ze wordt op de gejaagd. Hey, I'm going to die, no. Morgen. Vandaag is Daisy jarig. Het is woensdag 13 juli. Dus ik ga eventjes leuk de woonkamer versieren. En daarna ga ik lekker een ontbijtje maken. Ze hadden niet iets heel bijzonders. Ze hadden gewoon banana pancakes, omdat ze gezond aan het doen is. En vanmiddag gaan we ook lunchen. Vanavond komen de mensen eten. Dus dat wordt ongezond. Dus ik ga dat lekker maken met fruit. En de cadeautje geven natuurlijk. En mijn kaart. Ik heb gisteren dit gehaald. Een vlaggenlijnen gouden. Niet te overdreven. Talonnen. Deze. En we hadden nog zo'n happy birthday. Ding die ze voor mijn verjaardag had gebruikt. En ze zei gebruik die ook maar gewoon lekker voor mijn verjaardag. Lekker simpel hoor, er ook steeds makkelijker in. Het maakt er allemaal niet meer zoveel uit. Dus die ga ik ook gewoon gebruiken. Zo, ik heb de vlaggetjes opgehangen. En de happy birthday. Nu nog de ballonnen. Ik hoop dat ik daar genoeg adem voor heb. Want ik heb het zo freaking benauwd. Het duurt echt al eeuwen. Maar deze zijn echt fucking lelijk. Maar deze zijn allemaal wel goed gelukt. Van deze. En die van mij is echt naar de prutje. Maar ik heb deze al een mooie gegeven. Nou, ik ben helemaal trots op mezelf. Dit ziet er toch leuk uit. Ze komt! Ik heb haar duimpje gehad, Jimmy.
Wat een leuk! Leuk hè? Heel leuk! Kom, we gaan dansen. Kijk hoe leuk deze tekst is hierop staat. Heb ik zelf verzonnen? Ah, nee, dat is niet waar. Vind je het lief? Ja, heel lief. Dank je, Black Stories. Dus wanneer zijn die vierkant? Ja, nieuwe kaartjes. Wat is dit? Wat is dat? Nee. Hoe wist je dat ik die graag wou? Wat kan jij goed acteren, zeg. Dankjewel. Alsjeblieft. Ben ik zo blij mee. Kan je lekker gebruiken in de gym. Ik ga hem heel de dag in doen. Nu heb je zeker zin om naar de gym te gaan. Nu even niet. Ik heb vanaf de workoutje kan even niet. We zijn er. Het was even zoeken. Ja, eigenlijk hebben we niet zo heel lang gezocht, maar je moet het wel maar net weten. Want het is helemaal op een dak in de stad. Vlakbij Centraal. Daar is de stad. En wij zitten hier. En we moeten nog even bestellen. Daar is deze. Maar het is echt heel leuk. Voor binnen is het ook heel erg leuk. Toch maar verplaatst naar binnen, want de zon ging opeens schijnen. Kijk hoe leuk het hier is. Oh, dat is mijn eigen schouder. Hoe lekker dit eruit ziet. En die ook, is mijn snack. Lekker waffle fries met parmezaanse kaas en truffel. En karage chicken of zo, ik weet niet hoe het uitspreekt, maar het is heel lekker. En deze heeft smashed avocado. Nee, maar ik heb een shot van net. Met kroket en champignons. Ze wist al van tevoren dat ze dit ging nemen. De eerste visite is gearriveerd. Mijn schoonouders en oma. Mijn oma is hier gekomen om te werken. Oh, je moet een patatje bedienen. Deze is lekker patatje bestellen. Ik doe wel twee grote emmers. Wat eten is al op. Ja, en ik weet niet. En de andere visite is ook. Hier gaan ze even de Vespa van ons kind in elkaar zetten. Ik zie het al. Is het voor de baby dan? Ja. Dag. Voor de kleine. Kijk, ik heb weer een beetje op. Kijk dan. Hij is wel leuk hoor. Hij is leuk. Kijk dan. Het gaat nog best wel hard, hè? Zelf ook. Hij is zo leuk. Oh, heel leuk. Schattig. Ja. Wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Waar ging het? Zijn nieuwe schoenen. Nee, die heb je echt al genoeg. Oh, dat vind ik echt heel cool. Oh, die wilde ik. Die ook een mooie kleur, joh. Wit. Heb je niet gezien? Heel tof. Ik heb de wit nog niet gezien. Ja, deze OLED. Die heeft een grote scherm. Dat is nieuw. Wauw. Nou, dan ben je me kwijt heel het weekend, hoor. Geef niet. Oh, die vind ik echt heel tof. Heb ik lekker rust. Ja, maar dit is alweer een tijdje geleden. Wat is dit dan? Kijk, dan ga ik jou dat is wel echt heel vet. Dat is wel echt heel vet. Ga je mij kapot maken? Met Mario Kart. Oh, dat lijkt me echt heel tof. Ik vond Mario Kart sowieso altijd heel erg leuk op de Wii ook. Nou, volgende keer gaan we gameavond doen. Ja. Eén heb je gewoon. Je kan je aansluiten op je televisie en zo. Dan kan je spelen. En dan, wel spel voor spel spelen. Ik wil mama wel eens Mario Kart zien spelen. Hoe zou ik dat doen, denk je? Ziet er wel heel mooi uit. De vangrail in. Zullen wij ons cadeautje gelijk geven? Wat is dit dan? Cadeautje van Nino en Puk. Oh, dat is heel leuk ingepakt. En een kaart. Een lieveheersbeestje. Twee roosjes. Ja. Kijk, deze is gisteren in elkaar gezet door mijn broertje en mijn schoonvader. We hebben van deze de collega's gehad en hij is echt superleuk. Hij is ook elektrisch, dus nou, het duurt waarschijnlijk nog even voordat ze op kan.
tussen de indrukken. Ja, ze moeten wel zelf indrukken. Er zit geen afstandsbediening bij. Dus ik denk dat we nog 1 of 2 jaar moeten wachten. Kijk hoe mooi. Ja, hij is echt heel mooi. Het is ook echt een leuke kleur zo. Dat hebben ze goed gekozen. Kennen mij hier wel, hè? El gaat ook zonde. Lekker, hè? Ja. Ja, lekker. Hoi, El. Ja, lekker. Is het lekker, je broodje? En ik ben once again bananenpannenkoekjes aan het maken. Maar we hebben niet genoeg, dus deze is voor mij ei met zalm aan het maken. Lekker. Jij mag, ik kan het ook eten. Nee, ik vind het lekker. Nou, er is nog meer visite gekomen. Het is goed dat je gebeld hebt. Hallo, gezellig! Ik kom met aanraden met je zo. Och, lekker! Lekker ijsje eten! Ja. Hier bij de akkers. Het is hier altijd gezellig. El, heb je chocola? Chocola! Je moet eerst je slabbertje om, hè? Ja, voor jou. Voor El. Kijk, die helemaal zelf lopen de hele tijd. Knap. Ja, echt zo knap ben jij. Het is ook helemaal gefocust. Middag, het is vrijdag. En het is weekend voor Daisy. Ja. En we hebben net even een zwembad opgehaald. Ja, gekocht. En die ga ik morgen lekker neerzetten. Toch een groot zwembad, want elke keer koop ik van die kleine badjes. En elke keer gaan ze lek. Dus met al het geld bij elkaar had ik al groot kunnen halen. Dus dat hebben we nu ook maar gedaan. Ik weet niet hoe lang ik er gebruik van kan maken. Misschien breken morgen mijn vliezen en hebben we overmorgen een baby en kan ik ineens in zwemmen dit jaar. Maar ik wel. Dan ga jij. Het wordt zeker met gaat dinsdag. Ja, en ik mag na de bevalling volgens mij 6 weken of zo sowieso niet zwemmen in verband met bacteriën. Maar dat zien we dan wel. Misschien is het wel pas over 4 weken en heb ik in ieder geval nog plezier van. En we zijn nu onderweg naar Hellevoet. Dan gaan we eventjes gezellig bij mijn moeder eten. En Nino en Puck zijn er ook. En Jeff. En even ons haar laten knippen. Want deze wilde graag laagjes. En ik wilde graag mijn puntjes laten knippen. Want dit is echt super droog en dood. Jij hebt het niet zo erg. Maar ik zie dat mijn punten lichter zijn. Dus dat is het teken dat ze dood zijn. En Nino wilde heel graag dat deze er de Switch meenam. Die ze voor de verjaardag heeft gehad. Ja, mijn Switch is echt cool. Dan kunnen ze samen spelletjes spelen. Jij gaat ook meedoen. Ik ga kijken. Ik ga niet alleen naar die. Lekker gado gado. Want hoe laat we deze? 2 augustus. Met de rijst. Oh, lekker. En kip. Hier. Ah, oké, top. Dag al. Dag al. Ja. Oh, en Nino is er. En Pukkie is er. Lekker zo. Ja, en dan 5 jaar zien. Jij maandag dus. Nou, is er weer helemaal haar kopjes bellen. Zo, ik heb al heerlijk het zwembad opgezet. Vanochtend, zodat hij heel de dag nog kan vollopen. Want we einde middag weer weg moeten. En als ik hier geen verkoeling in vind, dan weet ik het ook niet meer. Ik moet alleen nog even het trappetje doen en de pomp installeren. En even die hoest overheen. Zodat die een beetje schoon blijft. En then I'm done. En mijn schoonvader is hier al bezig met de plafondventilator. Die we hadden besteld. Dat is deze. En deze is lekker ontbijtje aan het maken. En mijn schoonmoeders boodschappen halen hier zo in de buurt. En ze heeft een nieuwe sportbroekje aan. Mooi, hè? Wil je het trappetje in elkaar aanzetten? Ja.
Slaapt hij? Nou. Hij hangt. Romy is blij. Ja, heerlijk. Met temperaturen van 37 graden, 38 graden die de volgende week aankomen. In ieder geval verkoeling hier. En verkoeling daar. We hebben lekker sperpjes besteld. Heerlijk. Dit is echt een zaterdag als je eten bestelt. En we kijken Meredith vs. Side Australia. Want dat is echt ons favoriet. Qua land dan. Want er is zoveel drama. En we zijn nu nog maar bij aflevering 7. Want elke keer gaan we niet verder. En nu gaan we even een goede slag slaan. En deze is al de hele tijd aan het switchen. Oh, kijk nou hoe lekker ons tuintje erbij staat. Hier gaan we even middag chillen. En ik ga lekker zwemmen. En even genieten. En we gaan nu eventjes naar Zuidplein. Want ik moet even kleding terugbrengen. Sportkleding die ik voor deze had gekocht. Maar die ze toch niet zo leuk vindt. Of waar ze zich niet fijn in voelt. Dus die ga ik even terugbrengen. En vanavond gaan we voetbal kijken bij een vriendin. Dus ik ga even een cadeautje verhalen. Gewoon om iets leuks mee te nemen. En deze wil nog even kijken voor een paar pakjes. En nog meer. Oh ja, ik ga natuurlijk lekker een twizzeltje halen. Thuis en we hebben lekker broodje frikadel en broodje kroket gemaakt. En ik heb een zo'n waterhangmat gevonden. Ja, je kan hem nu niet echt zien, maar ik zal het zo even laten zien. Dus daar heb je zo'n opblaasbaar kussen in je nek en eentje om die knieltjes. En dan hang je zeg maar in het water. Dus die hebben we even opgepompt en een zwemband. En ik heb de lichtbed alles klaargelegd. Oh wacht, ik kan het hier laten zien. Die heb ik gisteren gehaald. En deze heb ik dus net gehaald. En ik vond het dus bij de Big Bazaar. En ik was hier naar op zoek. Maar ik dacht dat je hem alleen kon bestellen online. Dus ik ben helemaal blij. En we hebben deze gehaald. Alvast voor ons kind. Waarschijnlijk duurt het nog een jaar voordat ze hem aan kan. Maar ik vond deze heel erg leuk. Deze heeft nog een bruin blouseje gehad. En we hebben lekker baklava gehaald voor vanavond. Als we naar Boertjoe gaan. En deze gaan we ook even. En nog iets met pistache en chocoladevulling of zo. Dat klinkt ook. Ziet er ook niet super lekker uit, maar van binnen is het dus gevuld met chocola en met pistache noten. En deze, die zijn altijd goed. Dus we gaan zo nog even lekker chillen in de tuin. En dan einde middag gaan we richting Boertjoe. Kan je het hebben zo? Het is een nieuwe aanwinst. Oh, je bent aan het voelen. Dit ligt zo lekker. Ik kom helemaal tot rust. We hadden nog even last minute besloten, toen we in het badje lagen, dat we dat we een parasol nodig hebben. Om het zicht weg te nemen aan de zijkant van het huis. Als je in het badje ligt, omdat al die mensen uit de flat ons zo kunnen zien. Niet dat ze op hun balkon per zitten, want het is echt super warm. Dus we hebben even twee van die zweefparasols gehaald bij de Praxis. We wilden het eerst bij de Action halen, maar daar hadden ze niks meer. Zijn we naar de Praxis gegaan en hebben we uiteindelijk twee genomen. Dus we zijn weer een beetje doorgeslagen, maar it's okay, want het is echt een hele grote stoorzender in de tuin. Onze tuin is eigenlijk echt perfect, behalve dan dat al die mensen zo kunnen meekijken. Deze heeft nog even van die proteïnerepen. Double choco flavor, cookies en cream en banaan. Zo'n fitnessmatje en zo'n massageroller voor de rug. Maar dan kan je ook gewoon voor je benen gebruiken naar voetbal of zo. En zo'n gewicht. En we hebben nog even toiletpapier. Oh ja, en we hebben dit nog even gehaald. Voor Elle. En voor onze kleine voor volgend jaar pas. Maar als Elle dan hier is, kan ze in ieder geval me lekker mee spelen. Dus, dat is het. We zijn een beetje laat. Maar we gaan nu eindelijk naar Boertjoe. Ik moet schuin lopen, want dan wek ik de bevalling op. We zijn er. Eindelijk. Na al het gesjouw en geshop. Lekker rustig hier.
Daar heb je nog zo'n parkje. Ja, nog spelen. Kluiband. Hey mens! We hebben lekker soepie. Goedje, wat is dit? Oh, dat is gewoon een balletjes van boelkoor. Boelkoor. Kijk. Lekker. Zalm. En lekker Turkse rijst. Wij zijn lekker voetbal aan het kijken. En once again is het niet best. Kijk, ik heb Tony. Het is gezellig. En we hebben lekker baklava en dit ding. En munt eetje. En broertje zorgt weer helemaal goed voor ons. Waar blijft de hulp, zou je zeggen?